voorplein van Den Haag Centraal. En we zijn hier achter mij bezig met het opbouwen van een kraan. Dat is feitelijk de grootste Europese kraan mobiel die er is. Die kan 140 meter de lucht in. Nou, die hebben we ook nodig, omdat aan de andere kant van dit gebouw staat een torenkraan. En die torenkraan hebben we afgelopen jaar gebruikt om het dak te maken op Den Haag Centraal. Nou, we zijn klaar met het dak, dus we gaan die kraan weghalen. En dat doen we dus met deze kraan. Dus de ene kraan haalt de andere kraan weg. Het is natuurlijk allemaal krap hier. We staan natuurlijk in de binnenstad van Den Haag. Weinig ruimte. Dus daarom hebben we deze hoge kraan nodig. Om die kraan die aan de andere kant staat, over dat hele gebouw heen te tillen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei voorzorgsmaatregelen voor getroffen. Een van die maatregelen is dat reizigers niet in de stationshal mogen komen gedurende het hemelvaartweekend. Maar ze kunnen nog wel gewoon gebruik maken van het openbaar vervoer. En dat is voor de reiziger natuurlijk gewoon het belangrijkste. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk die kraan, die torenkraan daar gehad. Die stond precies in het midden van de stationshal. En die heeft alle glazen dakdelen op dat dak getakeld. Deze kraan zal vervolgens ook dat laatste dakdeel plaatsen. En dan is het hele dak compleet. Voor ons, ProRail, NS en gemeente Den Haag, is dit natuurlijk een heel belangrijk moment. Dat we het dak kunnen afronden. Dat alle glazen platen dan op een gegeven moment erop liggen. Als dat klaar is, na dit weekend, dan gaan we natuurlijk verder met gevels, dus dat die ook van glas worden. Nou, dan is eigenlijk het belangrijkste af en hebben we echt weer een nieuwe fase bereikt in het totaal klaarmaken van het hele station.